namens de gemeente Vlissingen, provincie Zeeland en Cultuurerf hartelijk welkom op deze prachtige dag. En vooral op de Van Randijk-lezing 2014. Speciaal welkom voor onze gast Daan van Rijbroek, die vandaag de lezing zal geven. Ik wens u vandaag een fantastische dag toe en ik geef graag het woord aan burgemeester mevrouw Letty Demmers. Goedemorgen allemaal, dames en heren. Jongens en meisjes zou ik zeggen, maar dat slaat nergens op, denk ik. Of u moet zich ter plekke heel jong gaan voelen, dat kan natuurlijk ook. Maar fijn dat u er in zo'n grote getale bent en ik denk ook heel terecht. Als voorzitter van het Van Randwijk-comité heet ik u van harte welkom. 5 mei, de dag waarop we onze vrijheid vieren. Een vrijheid die zwaar bevochten is, zeker ook hier in Vlissingen. Waarvoor en waardoor ook veel slachtoffers zijn gevallen die we gisteren mochten herdenken. En tijdens de oorlog trad dichter, schrijver, journalist, verzetsman Van Randwijk op als het geweten van een geheel volk. Hij was de stuwende kracht achter het illegale blad Vrij Nederland tijdens de oorlog. Maar ook daarna bleef hij zeer actief. Van Randwijk vertegenwoordigde voor velen een bevrijdende stem die richting gaf en perspectief opende. Daarom wordt de toespraak die sinds 2005 onderdeel is van het Bevrijdingsfestival Zeeland terecht de Van Randwijk-lezing genoemd. Vandaag wordt de toespraak gehouden door dr. David van Rijbroek. De heer van Rijbroek is naast wetenschapper, cultuurhistoricus en archeoloog een van de toonaangevende auteurs van zijn generatie. Met als achtergrond de studies archeologie en filosofie aan de universiteiten van Leuven en Cambridge is het eigenlijk niet zo verwonderlijk dat graven en denken nog steeds de kern vormt van zijn werk. Grondig onderzoek, gecombineerd met een veelzijdige en creatieve geest. Hij debuteerde in 2001 met De Plaag, waarvoor hij de debuutprijs kreeg. En vele andere boeken volgden. En met het boek Congo, een geschiedenis, wint de heer Van Rijbroek in 2010 de prestigieuze ACO Literatuurprijs, de Libris Geschiedenisprijs en de Jan Gresshoffprijs. En dit jaar ontving u uit handen van Paul Schnabel de Gouden Ganzenveer. En ik quote even uit het juryrapport, omdat dat heel erg goed weergeeft wie u bent en wat we van u mogen verwachten. En de verwachtingen zijn heel hoog. Want de heer Van Rijbroek krijgt de prijs om zijn, zo staat er, veelzijdigheid en bezielende wijze van schrijven. De mengeling van een brede maatschappelijke en politieke betrokkenheid, historisch besef, diepgravend onderzoek en een zeer vaardige pen zorgde voor een indrukwekkende reeks boeken, toneelstukken, gedichten en essays die in het maatschappelijke debat een belangrijke bijdrage leveren aan de meningsvorming. Dat maatschappelijke debat, en dat spreekt mij als burgemeester heel erg aan, wordt niet alleen op gang gebracht door het tweede in 2011 verschenen boekje Pleidooi voor populisme en het in 2013 verschenen boek Tegen verkiezingen, waar hij de Henriette Roland Holsprijs overigens voor ontving. Maar dat debat wordt met name verder inhoud gegeven door het G1000-project. Het platform voor democratische innovatie dat meer burgerinspraak beoogt in de democratische besluitvorming. Vrijheid en verdraagzaamheid. De twee centrale begrippen in deze lezingenreeks. Vrijheid in denken en doen. Ik geef graag het woord aan de heer dr. David van Rijbroek. Dank u wel, mevrouw de burgemeester, voor deze bijzondere vriendelijke welkomstwoorden die tegelijkertijd de verwachtingen nog meer opkrikken. En goedemorgen, dames en heren. Sinds vorige week leven wij, het is u misschien ontgaan, in een nieuw Europa. Sinds maandagavond 9:00, om precies te zijn. Toen ging in Maastricht voor het eerst in de geschiedenis een Europees kopstukkendebat door. 4 politici, al een kandidaat om José Manuel Barroso op te volgen als machtigste man van Europa, die 4 kopstukken kruisten de degens en Euronews, een zender met een bereik van 170 miljoen huishoudens in Europa, zond het live uit. Dames en heren,
Wat had ik graag dat anderhalf uur durende debat in goed gezelschap bekeken. Ik beeld mij zo in dat, in plaats van op mijn eentje de beelden te herbekijken op YouTube, als kabeloze mens behoor ik duidelijk niet tot die 170 miljoen huishoudens, maar ik beeld me zo in dat ik samen op de bank zou gezeten hebben met twee heren van stand uit de Franse jaren 50, Jean Monnet en Robert Schuman. Ik zou de vaders van de Europese Unie iets te drinken hebben gegeven. Een kopje thee, een blikje bier, ach, liever een Château Mouton Rothschild uit 1948 uiteraard. Een asbak, oei, ik weet niet of ik dat nog heb. En een sigarenschaartje, zei u. Na een korte uitleg over het fenomeen afstandsbediening, zouden we samen in mijn Chesterfield achterover hebben geleund, ik en mijn Franse gasten. De toenmalige minister van Buitenlandse Zaken en de commissaris voor het economisch herstel, ze hadden er duidelijk zin in. Gedrieën maakten we ons klaar voor 90 minuten sporttop op televisie. Maar zou de vrome Schuman na enkele minuten gestameld hebben, maar het is in het Engels? Ja, zou ik verontschuldigend gesproken hebben. Jullie Europese gemeenschap van kolen en staal destijds moest na de oorlog Frankrijk met Duitsland verzoenen, maar inmiddels spreken de meeste jonge Europeanen toch vooral een mondje Engels. Het Engels is toch niet de Europese taal geworden, prevelde Jean Monnet op zijn beurt angstig. Nee, maakt u zich geen zorgen. Alle talen zijn officiële talen in Europa. Er is geen opgelegde eenheidstaal, maar in de praktijk is het Engels nou eenmaal een opmars. Peu importe, zou Monnet antwoorden, terugdenkend aan zijn eigen oorlogsjaren in Engeland en de VS. Het is nu al mooi, een Europees debat op een Europese zender over Europese onderwerpen. Man toch, wij moesten het met Le Figaro stellen. Voilà, ça commence, glunderde Schuman. Zelden zagen wij de eeuwige celibatair zo opgetogen. Wie is die man? En ik antwoord, dat is Jean-Claude Juncker, de kandidaat van de Christen-Democraten. Hij is afkomstig uit Luxemburg. Uw geboortestad niet? En dat daar, dat is Martin Schulz, een socialist uit Duitsland. Hij groeide op bij het drielandenpunt met Nederland en België. En die daar is Guy Verhofstadt, een landgenoot van mij. Kent u hem niet? Nee, hij is kandidaat voor de Liberalen. En die jonge dame tenslotte is Ska Kelle, een Duitse, zij is boegbeeld van de Groenen. En wat doen al die jongelui? Ik zal mijn gasten vertellen dat Juncker voorzitter van de eurozone was geweest, dat Schulz voorzitter van het Europees Parlement was en Verhofstadt van de liberale fractie in dat parlement. En ik zou hen vertellen dat ze alle ambieerden om voorzitter van de Europese Commissie te worden over een paar weken. En dat ze daarvoor de stem van de burger nodig hadden. Dus van het Europees Parlement. Maar ook het akkoord van de Europese Raad. Want ik zou hen moeten uitleggen dat in Europa vandaag de macht verdeeld was over die drie instellingen. Parlement, Commissie en Raad. En dat we zo een evenwicht zochten tussen het Europa van de burgers en het Europa van de lidstaten. Het parlement stond voor de burgers, de raad voor de lidstaten en de commissie zat ergens halverwege. Mijn gasten zouden hun oren niet geloven. Maar dat is fantastisch. Maar jullie hebben onze Europese droom gerealiseerd. In onze oprichtingstekst van 1950 schreven wij dat het eenmaken van die Franse en Duitse staal- en wapenindustrie slechts een eerste stap was. Une première étape de la Fédération Européenne. Ja, ik ken die tekst, zou ik me haasten te zeggen. Zaterdag is het precies 64 jaar geleden dat u hem uitsprak, monsieur Schuman. Monsieur Van Rijbroek, ik ben diep ontroerd. En dat komt niet alleen door die uitstekende Château Mouton Rothschild van u. Maar een parlement, een commissie, een raad, Jean. Jean, had jij dat voor mogelijk gehouden toen wij aan het
mierenneuken waren over steenkool en staal? Nee, Robert, echt niet. Prachtig. En ik zie zelfs dat die vier kandidaten vandaag uit Duitsland, België en Luxemburg komen. Zijn alle zes stichtende landen nog steeds lid? Doen Italië en Nederland en Frankrijk ook nog steeds mee? Ja, ja, natuurlijk, meneer Monnet, zou ik antwoorden, onverminderd. Bon, in Nederland en Frankrijk is er soms wel wat twijfel de laatste tijd. Maar inmiddels zijn we toch al met z'n 28en. Avec 28, hoor ik dat goed? Mais c'est incroyable. Mais oui. De Europese Unie strekt zich vandaag uit van het meest westelijke puntje van Ierland tot aan de Zwarte Zee. En van de Canarische eilanden, waar ik in januari mijn sleutelbeen brak, tot aan het topje van Finland, ver boven de Poolcirkel. Er wonen 500 miljard mensen in. Incroyable. Incroyable. Het vuur in hun sigaren zou oplichten. En een tijd lang zouden we niets anders gehoord hebben dan het zachte smeulen van dure tabak in het schemerduister van mijn woonkamer. Diep peinzend zouden zij diep ademhalen. Langzaam knikkend. Fijn glimlachend om de verwezenlijking van hun droom. Tot één van hen het nodig vond om op te merken. En er was zelfs een munt, zei u. U sprak over de eurozone. Op dat moment, dames en heren, dat moeizame moment, zou ik de volumeknop van mijn tv op stil zetten. Linksboven in het scherm zou dan het embleem verschijnen van een luidspreker met een streep erdoor, met een verbodsbord eromheen. De euro, zou ik zuchten. Monsieur Schumann, monsieur Monnet, het spijt mij het u te moeten zeggen, maar niet alles is hoop en glorie in Europa. Het is helaas geen Bordeaux. En hun verbouwereerde blikken zou ik als volgt beantwoorden. Europa, geachte heren, is vandaag ten prooi aan twee zeer ernstige crisissen. De zwaarste uit haar bestaan. Een monetaire crisis en een democratische. Die monetaire crisis is het dringend, zou ik zeggen, maar de democratische is het belangrijkst. Dat zit zo. Jullie waren begonnen met de zware industrie van Duitsland en Frankrijk te versmelten. Toen al spraken jullie over la fusion des marchés. Dat werk hebben wij verder gezet. Er kwamen steeds meer landen bij en steeds meer markten. Naast steenkool en staal ging het nu ook over steunzolen en stracciatella-ijs. De eengemaakte markt werd een feit. Grenzen gingen open en douanekantoortjes mochten verkrotten. Maar omdat het lastig winkelen was op een marktplein waar aan elke kraam een andere munt gold, hebben we dan maar een eenheidsmunt bedacht. Een goed idee, maar het had één groot nadeel. Vroeger, zie u, kon een groenteboer die niet goed verkocht een slim trucje doen. Zijn eigen munt goedkoper maken dan die van zijn buren. En meteen stond er weer volk aan zijn kraam. Zulke schone aubergines en courgetten hadden de mensen nog nooit eerder gezien voor die prijs. Maar met die eenheidsmunt werkte dat niet meer. De burgemeester riep dat alle marktkramers veel beter op hun inkomsten en uitgaven moesten letten. Ja, maar dat was toch makkelijker gezegd dan gedaan. De arme boer kon zijn prijzen enkel nog laten zakken, maar hij kon toch niet met verlies gaan verkopen. Hoe moest hij dan zijn lening afbetalen? Lenen deed iedere marktkramer. Maar hoe slechter hij verkocht, hoe duurder de lening. De bankier zuchtte als hij weer eens aankwam kloppen. En de groenteboer zuchtte nog dieper. Hoe kon hij ooit zijn teelt verbeteren als vers geld zo duur was? Dan nog maar even verder met die oude ploeg en die oude kar. Maar niet investeren leidde tot een slechtere oogst.
en dus nog minder kopers. Het water stond hem aan de lippen. En de kraam, dat ooit de beste olijven had, werd ijzona bankroet. Terwijl de spekslager een beetje verder aan de lopende band de ranzigste worsten verkocht. De spanningen op de markt werden onhoudbaar. De eenheidsmunt was echt in gevaar. Wij moesten de euro redden, zei Herman van Rompuy vorige week. Want het einde van de euro zou het einde van Europa betekend hebben. Herman van Rompuy, mijn heren, is de voorzitter van de Europese Raad van Regeringsleiders. Om die monetaire crisis het hoofd te kunnen bieden, moesten hij en zijn collega's snel en doortastend optreden. En dat betekende, zonder al te veel overleg met de onderdaan, op nachtelijke vergaderingen, tijdens spoedberaad. Op een drafje moesten regeringsleiders, nationale en Europese bankiers en top-economen vitale knopen doorhakken. En hier lag de tragiek van die dubbele crisis. Door die onvermijdelijk snelle aanpak van de monetaire crisis werd de democratische crisis alleen nog maar groter. Europa leek ineens nog minder naar de burger te luisteren. De Unie kwam in een stroomversnelling terecht waar niemand om gevraagd had. Het was de shock doctrine in de praktijk, van de crisis gebruik maken om fundamentele hervormingen door te voeren. De zware antibiotica voor een acute monetaire kwaal maakten het chronisch zieke lijf van het democratisch vertrouwen in de Unie nog zwakker. Of, om een andere beeldspraak te hanteren, Europa leek plotseling een soort brandweer. En als je huis in brand staat, heb je er geen probleem mee dat competente spuitgasten binnendringen om de boel te blussen. Nee, je verdraagt zelf dat ze na afloop nog even blijven nakaarten in je keuken en een biertje drinken. Ja, waarom niet? Maar als ze er na een maand nog zitten en onderwijl begonnen zijn je huis grondig te verbouwen, vraag je toch af, maar heb ik daarom 112 gebeld? En dan weten, mijn heren, dat de brandweer al niet zeer geliefd was de laatste tijd. De invoering van de euro in 2002 zorgde voor gemor. Alles zou duurder worden. De uitbreiding met 10 nieuwe lidstaten in 2004, gisteren precies 10 jaar geleden, zorgde voor gemor. De Poolse loodgieter zou iedereen overbodig maken, tot de oogchirurg toe. De Europese grondwet in 2005 zorgde voor gemor. Frankrijk en Nederland stemden tegen. Ierland trok zijn staart in. En toen moest de crisis van de euro in 2009 nog beginnen. Nog voordat de munt wankelde, wankelde al het vertrouwen in het Europese project. Was dit nog wel een project van burgers? Of eerder een dienst voor bedrijven? Ging dit nog wel om mensen? Of eerder om markten? Ging dit nog wel over ons? In 2004 had slechts de helft van de EU-burgers vertrouwen in het Europese parlement. Slechts de helft. Dat is niet bijster veel. Maar vandaag, mijn heren, is het minder dan 1/3. Het animo verdampte snel. We vonden bij de eerste Europese verkiezingen in 1979 ruim 63% van de onderdanen de weg naar de stembus. In 2009 was het slechts 43%. En dit jaar, over enkele weken, zouden er nog wel eens veel minder kunnen zijn. Vandaar dit debat, zou ik uitroepen, wijzend naar het televisiescherm waarop die stille hoofden spraken. Ze willen Europa weer spannend maken. Ze willen het draagvlak weer verbreden. Maar enfin, daar is toch niks mis mee, zouden mijn gasten zeggen.
Allerminst, zou ik antwoorden. Zoals de Europese Raad de euro heeft gered, zo wil het parlement nu de democratie redden. Ik ben daar zeer voor. De democratie kan niet genoeg gered worden. Maar zijn dit de goede methodes? Televisiedebatten tussen kopstukken waarop we niet eens kunnen stemmen, van partijen die dingen naar de gunst van de kiezer. Waar gaat dit heen? Nu worden die debatten vooral door hoger opgeleiden bekeken. Maar als straks populaire, commerciële media zich erop storten, waar staan we dan? In dit nieuwe Europa worden parlementsverkiezingen hoe langer hoe meer presidentsverkiezingen. Met alle gevolgen van dien. Meer kieskoorts, meer personencultus, meer partijpolitiek, meer getouwtrek, meer campagnebeloften. Is het dat wat we willen? Ik weet niet of u het ook merkt, maar dit nieuwe Europa lijkt in mijn ogen hoe langer hoe meer op het oude België. Of het oude Nederland. Of het oude Frankrijk. Of het oude Spanje. Maal 28. Het is democratie met verkiezingen en partijen en campagnes en opgefokte conflicten in de audiovisuele media. Het is democratie met elke dag de rel van de dag. Terwijl het zicht op de grote conflicten ontnomen wordt. Het is democratie zoals we het kennen. Maar is het ook democratie zoals we het willen? Ik heb niets tegen politieke partijen. Ze hebben nog altijd waarde. Maar ik heb wel iets tegen partijpolitiek. Of beter, tegen het koloniseren van de democratische ruimte door permanent partijpolitiek gehakketak. We moeten voorwaarts, ja, maar hoe? Door op Europees niveau de alom verfoeide partijpolitiek van het nationale niveau, opgehitst door landelijke media, te kopiëren? Heren toch. Over heel Europa behoren politieke partijen tot de meest gewantrouwde instellingen van iedere lidstaat. De cijfers van Transparency International liegen er niet om. Ze zijn verbijsterend. Dat is op zich al erg genoeg. Het gaat tenslotte om de belangrijkste spelers van al die nationale democratieën. In elk van de Europese lidstaten gelden politieke partijen als de organisaties die beschouwd worden als de meest corrupte instellingen. De perceptie zit tegen. Maar dat men nu nillens willens ijvert om die partijdynamiek ook Europees in te voeren, dat is te gek voor woorden. Gaan wij Europa democratischer maken door de fracties in het Europees Parlement om te bouwen tot klassieke partijen? Helpen wij de democratie door grootschalig in te zetten op de particratie en de mediacratie? Kijk naar dit debat, zou ik zeggen. Wacht, ik zet het geluid weer even aan. Even kijken. De socialist Schulz pleit voor een versoepeling van het stabiliteitspact. De liberaal Verhofstadt is daar uiteraard tegen. En even wachten, ja, christendemocraat Junkers is er ook niet voor. De liberalen willen optreden tegen Poetin. De socialisten staan daar niet voor te trappelen. Voilà, dat is wat we nu krijgen. De uiteenlopende visies op het bewind raken stilaan gebetoneerd in het verkiezingsdiscours van elkaar onderling beconcurrerende partijen. Europa, mijn heren, komt steeds meer in de greep van de partijpolitiek. En ik weet niet of we daar zo gelukkig mee moeten zijn. We doen al 3000 jaar aan democratie. Nog maar 200 jaar doen we dat met verkiezingen. En nog maar 150 jaar met politieke partijen. Maar als een prachtig, onuitgegeven project als de Europese Unie voor het eerst in zwaar weer terechtkomt, klampen we ons meteen vast aan dat wat we kennen. Ook al is het zo vermolmd als wat. Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen,
dan dooft het licht. Zo klinken de beroemde verzen van Hendrik van Randwijk, die vandaag ook prijken op een muur in Amsterdam. Dan dooft het licht is de titel van deze lezing. Een democratie die voor audiovisuele media zwicht, dan dooft het licht. Een politiek die zich allengs op partijpolitiek richt, dan dooft het licht. Een Unie die daardoor voor populisme zwicht, dan dooft het licht. Zeg alsjeblieft niet dat we die weg willen opgaan. Het is avond. Nog steeds kijk ik op mijn eentje naar de YouTube-beelden. De Chesterfield is leeg. Ik had ook geen bezoek. Ik weet niet eens of ze ooit sigaren rookte en Bordeaux lustte. Dat laat ze toch vast wel, denk ik. Maar ze zijn allen dood. Ik kijk verder. Dat Euronews-debat is eigenlijk een heel verdienstelijke poging om Europa dichter bij de burger te brengen. Maar ik weet niet of het de democratie dichter bij Europa brengt. En ik heb dat gevoel wel vaker de laatste tijd. Als fervent voorstander van de Europese eenmaking word ik soms moedeloos als ik de wanhopige pogingen zie waarmee men vandaag Europa probeert te verkopen. Het is niet omdat je gelijk hebt dat je automatisch gelijk krijgt. Waarom lijken de eurofielen er alles aan te doen om mijn enthousiasme op de proef te stellen? Het lijkt wel of ze niet willen dat ik fervent voorstander blijf. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Laatst werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan New Narratives for Europe. Een prestigieus project met kunstenaars uit de hele Unie dat onder hoge patronage van Barroso stond. Europa, zo stond het in de uitnodiging, had nood aan een nieuw verhaal. Of ik als auteur mee wou komen nadenken, Angela Merkel zou onze aanbevelingen in ontvangst nemen. Diepe zucht. Laatst zag ik een prachtig boek dat hoopvol beweerde dat Europa bestond omdat de Europese cultuur zo één leek. Citaat: de meubels van IKEA domineren de huizen van zowel Polen en Italianen als Portugezen en Ieren. Diepe zucht. De kunst die ons continent bindt, kan misschien ook met imperialisme te maken hebben. Mercantiel of politiek. Nog laatst ging ik naar een debatavond met de Italiaanse oud-premier Mario Monti in Brussel. 2500 jonge, hoogopgeleide eurocraten, mensen die voor de Europese instellingen werken, ontvingen Monti als was hij de redder, zo niet van Europa, dan toch alvast van Italië. Diepe zucht. 3 weken later haalde hij nauwelijks 10% van de Italiaanse verkiezingen. Nog laatst zag ik in diverse Europese landen Europese literatuurprijzen ontstaan, Europese debatavonden, Europese verenigingen, allemaal pogingen om de blijde Europese boodschap te verspreiden. Diepe zucht. Ben ik daar dan tegen? Nee, verre van. Ik ben zeer, zeer voor. Ik ben voor Europese cultuur. Ik ben voor Europese uitwisseling. Ik ben voor Europese enthousiasme. En ik ben tamelijk zeker dat Mario Monti een groter politicus is dan Silvio Berlusconi. Alleen, het gaat niet om mij. Ik hoef niet overtuigd te worden. Net zo min als die 2500 genodigden op dat debat in Brussel overtuigd moesten worden. Net zo min als de lezers van dat prachtige boek van Pieter Steins of de deelnemers aan New Narratives for Europe overtuigd moesten worden. Al die... Het is wel fijn dat op mijn belangrijkste zinnen de klokken beginnen te bijren. Pas op, hier komt die. Al die inspanningen voor Europa... Werven ze werkelijk nieuwe sympathisanten? Of bieden ze vooral troost
aan oude sympathisanten. Troost in deze bange dagen. Die oude sympathisanten lijken in ieder geval stevast voorbij te gaan aan één cruciaal sociologisch feit. Dat euroscepticisme meer voorkomt onder laaggeschoolde dan onder hooggeschoolde. Dat wil niet zeggen dat er geen hoogopgeleide eurosceptici bestaan. Natuurlijk zijn die er. Alleen dat een lager opgeleide meer kans heeft om eurofoob dan eurofiel te zijn. Bij het Nederlandse referendum over de Europese grondwet in 2005 bleek dat duidelijk. Toen stemden lager opgeleiden significant vaker tegen dan hoog opgeleiden. Ik vind dat een erg belangrijk gegeven. En ik mis het nochtans in al die manmoedige pogingen om Europa opnieuw leuk te maken. Beseft niemand dan dat het gros van dit continent nog steeds uit lage scholen bestaat, die niet naar debatten van 90 minuten in het Engels op Euronews zitten te kijken en die niet op Twitter zitten om Guy Verhofstadt te volgen. Als ik zo'n uitnodiging krijg van New Narratives for Europe, kan ik niet nalaten het volgende te denken. Stel, denk ik dan, stel dat ik een Bulgaarse bakkersknecht was. Zou ik dat fijn vinden als het nieuwe verhaal dat ik over Europa moet aanhangen mede opgesteld was door een Vlaamse auteur die toevallig iets over Congo weet? Of zou ik hem mijn middelvinger laten zien vooraleer ik mijn brede vuisten weer in de deegtrog plant? Het helpt, dames en heren, dit soort hersenspinsels. Men moet niet alleen met Jean Monnet in gedachten spreken, maar ook met Bulgaarse bakkersknechten. Vooral met Bulgaarse bakkersknechten. En als ik zo'n Brussels paleis voor schone kunsten vol hoog opgeleide, goed vormgegeven Italianen uit de bol zie gaan voor de redelijke afwegingen van Mario Monti, kan ik niet nalaten te denken, stel dat ik een Siciliaanse sardinevisser was. Zou ik dat fijn vinden, al dat gezeik over bezuinigingen door universitairen die niet eens een sardien van een anchovis kunnen onderscheiden? Of zou ik in het avondlicht van op mijn zonnige scheepsdek mijn drie vingers opsteken naar die zaal in Brussel, wat van cool, vooraleer ik mij buig over het zilveren gespartel rond mijn laarzen? En stel dat ik de uitbaatster van een zonnebankcentrum in Deventer was. Een pittige investering, zo'n zaak. Zeker als je man net zijn baan verloren heeft doordat de productieafdeling van het bedrijf waar hij werkte verhuisd is naar Tsjechië, dankzij de Europese regelgeving. Zou ik dan pro-Europeeser worden omdat in Amsterdam de Europese literatuurprijs wordt uitgereikt, in Parijs le prix du livre européen en in Londen de European Union Prize for Literature? Of zou ik... Nee, dat van die middelvinger mag ik niet meer doen van mijn man. We zijn vandaag een Europa met twee snelheden aan het creëren. Klokgelui, alsjeblieft. Een Europa van IT'ers met hun witte laptops en een Europa van de nachtelijke schoonmaakploegen die onder de hydraulische bureaustoelen van die IT'ers komen vegen. We krijgen steeds meer polarisering in Europa. En wat doen we ertegen? Meer polarisering. Europa is geweldig. U heeft het niet begrepen. Geweldig, zei ik u. En kunt u ook de stoelpoten afstoffen. Europa heeft met de Bologna-verklaring enkele jaren geleden zich plechtig voorgenomen een kenniscontinent te worden. Zoveel mogelijk jongeren moeten naar het hoger onderwijs. Geen idee waarom dat zo nodig moest. Geen idee wat er mis is met een goede vakman. Geen idee wie straks de gaspijplijn last. Alle aan de bul. Zelfs uit de nieuwe naamgeving spreekt al dédain. De eenmaking van het Europese hoger onderwijs heeft het niet langer over doctorandi of licentiaten, maar over
masters. Iedereen die afstudeert is voortaan master. Master of the EU universe. Snappen we niet dat nieuwe meesters nieuwe onderdanen maken? En dat die onderdanen dat misschien niet zo fijn vinden, die onderdanigheid. Maar nee, Europa is geweldig. De stoelpoten, Piotr. De Utrechtse bestuurskundigen Mark Bovens en Ankrit Wille wijzen er al jaren op dat wij in een diplomademocratie leven. En dat geldt des te meer voor Europa. De belangrijkste maatschappelijke scheidslijn in Nederland bijvoorbeeld is niet langer katholiek, hervormd of gereformeerd, niet langer werknemer of werkgever, zelfs niet eens allochtoon of autochtoon. De belangrijkste breuklijn is die tussen hoog en laag opgeleid. Nog voor een jongere voor het eerst mag stemmen, ligt al in grote lijnen vast hoe hij of zij denkt over migratie, integratie en Europa. En wij maar New Narratives for Europe schrijven. Europa heeft helemaal geen nieuw verhaal nodig en zeker niet van bovenaf. Het is geen kwestie van beter communiceren naar de mensen toe. Het is geen kwestie van de zaken nogmaals beter uitleggen. Het is misschien ook eens een kwestie van luisteren, van mensen aan het woord laten, van ongenoegen werkelijk of serieus te nemen. Maar nee, op het beeldscherm van de Europese Unie prijkt linksboven stevast dat ene embleempje, een luidspreker met een streep erdoor. We kunnen de Europese vlag beter vervangen. Veeg die gele sterren maar weg en zet er een luidspreker op met een verbodsbord omheen. New Narratives for Europe. Nieuwe hooroperaten voor Europa, ja. Europa is zo hardhorig. Het praat luid, maar het luistert slecht. Ik was 19 of 20 en ik kon mijn ogen niet geloven. In mijn handen hield ik voor het eerst een cheque vast. Een cheque geschreven op mijn naam. In een munteenheid die inmiddels al niet meer bestaat. Het was niet de Belgische franc, niet de Hollandse gulden. Het was de EQ, de voorloper van de euro. Weet u het nog? Het voordeel van een zaal zonder jongens en meisjes dat ze nog de EQ herinneren. Het precieze bedrag ben ik vergeten. Het was iets van 800 euro, geloof ik. En ik mocht de cheque gaan innen bij de bank. Die cheque had ik van mijn hoogleraar klassieke archeologie gekregen om 3 maanden op Erasmus mee te gaan naar Barcelona. 800 euro. Zomaar voor niks. Om wat Spaans en wat Catalaans te gaan leren, om de Sagrada Familia mee te beklimmen, vrienden te maken, aan opgravingen deel te nemen, gebeten te raken door een honger naar kennis, naar ontmoetingen, naar ideeën. Geweldig. 800 euro in 1992. Ik vond het veel geld. Ongelooflijk dat wij dat zomaar cadeau kregen. Maar nu weet ik, eigenlijk was het spotgoedkoop voor de Europese Unie. Want sindsdien is mijn horizon doorleefd Europees. Spanjaarden waren niet langer zuiderlingen voor mij, ze werden individuen. Catalanen waren niet langer clichés, maar kameraden, Audal en Pep en Nuria en Maite en Jordi. Het Erasmus-programma is een van de succesvolste programma's gebleken om jonge mensen Europa te doen ontdekken en uitdragen. Maar waarom was het alleen voor hoogopgeleide weggelegd? Hier is mijn eerste suggestie om Europa te versterken. De EU moet dringend werk maken voor een Erasmus-programma voor laaggeschoolden. Die bakkersknecht uit Bulgarije, die moet dringend 3 maanden stage komen lopen bij een patissier in Oostende. Hij moet er een crème au beurre, een tompoes en een éclair met mokka leren maken. Want zelfs de Hollanders kunnen dat nog niet eens fatsoenlijk. Hij moet verliefd worden op een Vlaamse deerne of op een Vlaamse kerel voor mijn part. Hij moet zich met zijn Belgische maten bezatten met zicht op de Noordzee of de Westerschelde voor mijn part. Hij moet na de lusten, na de lasten, ook de lusten van Europa leren kennen.
Ik garandeer u, zulks brengt meer op dan een kopstukkendebat over het stabiliteitspact. Mijn tweede suggestie gaat nog verder. Omdat verkiezingen niet alles zijn, omdat mensen meer kunnen dan eens om de 5 jaar een bolletje te kleuren en vervolgens te zwijgen, omdat democratie meer is dan partijpolitiek gesteggel, gaan her en der stemmen op die pleiten voor een nieuwe grondwet voor Europa. Een grondwet die dit keer door burgers zelf zou zijn opgesteld. Wel, het leuke aan een grondwet is dat die nogal fundamenteel is. Het nadeel is dat je hem maar 1 keer kunt schrijven. Na afloop gaat iedereen terug naar huis. In mijn ogen heeft Europa momenteel geen nieuwe, onwrikbare grondwet nodig, maar een soepel, richtinggevend document voor de komende 20 jaar. Europa heeft eigenlijk millenniumdoelstellingen nodig, dat is het. Voor de ontwikkelingswereld bestaan die al, voor Europa hebben we het niet. Hier is mijn recept. Ten eerste, breng in elk van de 28 lidstaten van de Europese Unie een representatieve steekproef van burgers samen. Laat hen beraadslagen met experten en politici. Ten tweede, laat andere burgers ideeën aanleveren. Vraag hen hoe zij Europa zien in het jaar 2030. Ten derde, breng de bevindingen uit heel Europa samen. Ten vierde, breng afgevaardigden uit die nationale steekproeven bijeen in Brussel. Laat hen werken aan een finaal document, de millenniumdoelstellingen voor Europa in 2030. Ten vijfde, zorg dat dit document beleidsbepalend is. Het verdrag van Lissabon bepaalt de spelregels, de millenniumdoelstellingen, de streefdoelen. Ten zesde en ten slotte, laat burgers jaar na jaar de vinger aan de pols houden van de vorderingen. Dat is mijn recept. Het gaat om zeggenschap. Als dit Europa zovelen achterlaat met a sense of theft, het gevoel van iets beroofd te zijn, werk dan aan a sense of ownership. Het gevoel ergens eigenaar van te zijn. Zo krik je het vertrouwen in een Unie weer op. Zo unificeer je de Unie na al dat onzalige gepolariseer. Europa zelf heeft er alle belang bij. Het draagvlak stijgt en de daadkracht groeit. Enkel wanneer Europese leiders en Europese onderdanen de handen in elkaar slaan, kan er succesvol worden opgetreden tegen de uitwassen van de globalisering, klimaatopwarming, groeiende ongelijkheid, financiële speculatie enzovoort. Maak van die Europese samenleving een echte participatiesamenleving. En daarmee doel ik niet op de definitie die de Nederlandse overheid daar vandaag aan geeft. Want dat is participatiesamenleving als eufemisme voor besparingen. Hey, in de jaren 90 merkten we dat het goedkoper kon door taken uit te besteden aan het bedrijfsleven. Maar nu merken we dat het nog veel goedkoper kan, gewoon door taken uit te besteden aan de burgerbevolking. Die doen het zelfs gratis, tel uit je winst. Nee, de participatiesamenleving die ik voor ogen heb, is niet goedkoop. Democratie heeft een prijs, zeker. Maar geen democratie heeft een nog veel hogere prijs. Dat beseften onze vrienden precies 69 jaar geleden vandaag. Dat beseften onze vrienden maar al te goed. Zij wisten wat het was, geen democratie. Zij kenden de prijs. Vindt u het boeiend, heren? Ja, oui, bien sûr. Mooi debat. Maar één iets valt me toch op. Wat dan? In het hele debat komt het woord vrede niet voor. Wel, ja, het woord is een beetje in onbruik geraakt. Het is een beetje gênant naïef geworden om het nog in de mond te nemen. Het klinkt snel nogal klef, ziet u. We gebruiken het nog wel, maar enkel met kerst. En anders enkel voor gebieden buiten Europa. Gebieden die bij voorkeur in oorlog zijn.
Dan praten wij over vrede. Dan hebben we het over peacekeeping, peace enforcement, peace maintenance. Maar dat is in onze verklaring van 9 mei 1950, zouden mijn gasten zeggen. In onze verklaring van toen komt het woord vrede wel 7 keer voor. En het betrof nogthans maar een document van 1,5 pagina. Ik weet het, monsieur Schumann. Ik heb het zelf geteld vorige week. En hij zou antwoorden: goede vriend, als ik u iets mag vertellen. Ijver voor vrede. Vandaag meer dan ooit. Zeker in Europa. Zeker in de democratie. Want als we enkel vastklampen aan de oude recepten, worden het barre tijden. Probeer ver te kijken, jeune homme, maar dichtbij te handelen. Denk aan vrede, maar maak uw handen vuil aan kolen en staal. Ik dank u, meneer Schumann. Ik dank u, meneer Monnet. En ik dank u, dames en heren. Ja, dames en heren, blijft u even staan. Ik vind dat u dat trapje verdient. Ik zou gewoon omhoog gaan staan, absoluut. Ja, dan dooft het licht. Maar ik denk dat u op geen andere manier heeft laten zien dat door de wijze waarop u naar Europa kijkt en de belangen die u ook hecht aan het begrip vrede, zoals u dat aan het eind ook samenvatte, ons in ieder geval heeft aangetoond dat wij in staat moeten kunnen zijn om dat licht letterlijk en figuurlijk te ontsteken. Dank voor deze lezing. Het was geweldig. Hij is overigens digitaal na te lezen voor u. Want ik begin een aantekeningen te maken. Dat gaat in no time fout, omdat je dan zit te luisteren. Maar ik denk dat het goed is om naar de Vereniging Festival, de website, te kijken. Daar komt de lezing op te staan, zodat u allemaal daar nog even naar kunt kijken. We willen u ontzettend bedanken. Ik doe geen enkele poging om het samen te vatten, want de manier waarop u het gedaan heeft is werkelijk geweldig. En het heeft ons echt geholpen. 22 mei zijn verkiezingen. Verder zeg ik daar niks over. In ieder geval. We hebben voor u een klein aandenken aan vandaag. Dat is een presse-papier, een zeester. Dat kan ook natuurlijk niet anders in Vlissingen. Die willen we u graag overhandigen. Ook nog een bos bloemen, die staat nog in het water. Die krijgt u direct mee, maar dan sta je ook met zo'n lekkende bos. Dat werkt helemaal niet. Dus die krijgt u zo. In ieder geval, ontzettend dank voor de wijze waarop u heeft geprobeerd inderdaad ons mee te nemen in uw denken daarover. Nogmaals dank en een geweldig applaus nogmaals voor u. APPLAUS